Hoi en welkom bij de tweede training over DaVinci Resolve. En in deze tweede training gaan we het hebben over color correction en color grading. Um, wat heel erg belangrijk is, is dat je nog heel even terug gaat naar de, naar de eerste training, want daarmee begon ik met een verhaal over het instellen van Aces. En als het goed is, dus weet je dat nog wel. Alle instellingen die je nu vanaf nu gaat doen, die gaan ook weer uit van het feit dat je Aces op een correcte wijze hebt ingesteld op je computer en dat we dus vanaf dat punt weer verder gaan. Dus alles wat je hierna gaat doen, zorg dat je ACES instelt, zoals uitgelegd in de eerste video van training nummer 1. En als we dat kunnen afspreken met elkaar, dan gaan we het eens hebben over waarom zou je nou precies moeten gaan colorgraden met Resolve. Nou, Resolve is een van de toonaangevende pakketten binnen de industrie, waarbij het gaat om color grading. Dus echt het, ja, het corrigeren van je materiaal en dus het graden van je materiaal. En um, dat om ervoor te zorgen dat je plaatje zo mooi mogelijk wordt en uiteindelijk de juiste sfeer gaat, uh, gaat uitstralen. Dus dat een horrorfilm qua kleurgebruik ook echt heel erg eng gaat worden. En een hele mooie, blije romantische film uh, geldt natuurlijk uiteraard hetzelfde voor dat je door middel van color grading juist um, dat gevoel er goed aan weet weer te geven. Nou, een Resolve kies je omdat Resolve uitgaat. Van het werken met een 32-bit float kleurruimte. Dat houdt in dat je heel veel kleurinformatie in je beeld kan hebben en dat Resolve daar dus op een goede manier mee weet om te gaan. En uiteindelijk tast het jouw originele materiaal niet aan. Het is dus non-destructive en wordt dus alle kleurinformatie die jij er zelf aan toevoegt, dus je color correction en grading, wordt er als een soort van metadata overheen gelegd. Dus je originele materiaal wordt niet aangepast, maar kunnen we natuurlijk wel heel erg goed gaan bewerken in Resolve. En het is zelfs in staat om uh, te werken met bestanden die groter zijn dan 10 bits. En dan hebben we het over de bitdiepte van jouw plaatje. Veel camera's zijn nog ingezet op, uh, op 8 bits. Nou, ik heb dat geprobeerd te illustreren aan de hand van de plaatjes hier aan de linkerkant. Uh, 8 bits geeft je uh, ja, natuurlijk wel een heel mooi, uh, mooi plaatje. Maar als het gaat om kleurcorrectie en grading achteraf, uh, wordt het een hele uitdaging. Omdat er niet zo heel veel kleurinformatie in het plaatje zit. Dat wordt vele malen groter, die kleurinformatie, als het gaat om 10-bits. En dan is er zelfs nog 12-bits waarbij het nog belachelijker wordt. Nou, om er even wat getalletjes bij te halen, kijken we even naar wat nou precies die kleurdiepte is. Nou, als we nu uitgaan van een 8-bit camera, dan neemt hij voor elke kleur neemt die 256 gradaties op. Dus hij neemt 256 tinten rood op, groen en blauw. Nou, als we dat gaan uitrekenen, dan heb je dus bij elkaar... 256 rood keer 256 groen keer 256 blauw en dan heb je ruim uh, 16 miljoen kleurgradaties in je plaatje zitten. Nou, dat klinkt al als belachelijk veel en dat is het misschien ook wel. Uh, maar ja, om echt te werken met jou, met, met een mooie goede kwalitatief goede color grading achteraf, dan uh, moet je toch even gaan praten over 10 bits plaatjes die er geschoten gaan worden. En het gaat in dat elke kleur maximaal 1024 gradaties van een kleur kan opnemen. Nou, als je daarvan dus dezelfde rekensom gaat uitvoeren... dan heb je meer dan een miljard kleurgradaties in hetzelfde plaatje zitten. En dat geeft dus aan dat alle wit informatie... die misschien egaal wit lijkt in een 8-bits plaatje... nog veel meer informatie in zich kan hebben... die je naar voren kan halen door middel van DaVinci Resolve in de Color Page. Um, dus heel veel meer informatie zit er dus in je plaatje... Die je terug naar voren kan toveren als je achteraf uh, ja, je kleurcorrectie en je color grading gaat doen. Als we nou bijvoorbeeld kijken naar deze twee plaatjes, we hebben dus links in de hoek een 8-bits plaatje zitten en rechts hebben we een uh, 10-bits plaatje. Nou, als je naar de horizon kijkt, dat is het gedeelte waar ik nu even omcirkel, zie je daar dus uh, ja, een aantal kleurschakeringen die er uh, niet egaal overvloeien, puur omdat die informatie niet in het plaatje zit. Aan de rechterkant heb je het probleem totaal niet. Uh, omdat er veel meer informatie in het plaatje zit, krijg je een veel mooier plaatje uiteindelijk uh, uh, naar voren dan dat je dat met 8 bits zou hebben. Kun je nagaan als je dat met 12 bits gaat doen. Dus als je 12 bits hebt, dan heb je uh, 4095 kleurgradaties uh, per kleur. Uh, het houdt in dat je 68 miljard kleurtonen hebt in je plaatje. Uh, dat is natuurlijk heel erg veel. Wanneer je dan vervolgens je afvraagt van ja, maar ik kijk heel veel uh, Hollywoodfilms vanaf mijn Blu-ray. En een Blu-ray heeft eigenlijk een kleurdiepte van 8 bit. En dan vraag je je misschien af van hoe komt het dan dat die kleuren daar zo fantastisch mooi uh, in naar voren gaan komen. Nou, dat komt puur omdat de mensen daar hebben gewerkt met een, uh, een hele grote kleurruimte wanneer ze aan het monteren waren. En uiteindelijk hun kleurcorrectie en grading zijn gaan doen. En uiteindelijk wordt het natuurlijk teruggebracht naar 8 bits. Maar omdat ze met zoveel kwaliteit hebben gewerkt tot een punt van het terugbrengen naar 8 bits, krijg je uiteindelijk dus ook weer een veel mooier plaatje. Een vaak gehoorde term binnen de color grading industrie is garbage in, garbage out. Dus als je met een lage kwaliteit begint, krijg je het uiteindelijk ook een lage kwaliteit uit. Maar begin je met iets heel moois en je gaat het uiteindelijk terug renderen naar een 8 bits plaatje, dan wordt dat zeker kwalitatief een heel stuk mooier dan wat je gelijk al met 8 bits begint. Heel veel theorie, maar dat is wel een beetje hoe het materiaal werkt. En dan heb je ook een keer te maken met de kleurruimtes. Wanneer we gaan werken voor, voor HD-televisie, dan heb je te maken met de kleurruimte van REC 709. Dus daarvoor zullen jouw instellingen in Resolve ingesteld moeten zijn. voor je voor de huidige generatie HD-TV's je materiaal gaan maken. Uiteraard kijken we ook naar de toekomst, naar bijvoorbeeld 2020. Um, dan gaan we steeds meer richting uh, 4K en Ultra HD, uh, waarbij je dus uh, moet gaan werken binnen de kleurruimte REC 2020. En die is dus vele malen groter. Als je in de, de grafiek kijkt, dan zie je inderdaad een, een geel omlijnd uh, driehoekje, wat dus de, de kleurwaardes aangeeft die, uh, die HDTV kan. In het zwart omlijnd driehoekje, ja, daarin zie je dus alle kleuren die de Ultra HD televisie uh, aankan. En dat is dus beduidend meer. Dus ook daarvan moet je rekening houden uh, met hoe je jouw uh, apparatuur instelt. Nou, dan gaan we nu even kijken naar DaVinci Resolve uh, met het werken in die color page. Dat is eigenlijk waar de alle magie gebeurt uh, binnen in DaVinci Resolve. Uiteindelijk uh, het gedeelte van het pakket waar het allemaal om draait, het werken met kleur. Nou, links bovenin vind je de gallery. Daarin kan je allerlei uh, grades opstaan die je hebt gemaakt, die je graag wilt hergebruiken. Natuurlijk een, een prachtige viewer waarin je je videomateriaal kan, kan zien en kan afspelen. Een color grading maak je in, in Resolve door middel van diverse nodes aan elkaar te koppelen om zo'n een, ja, een mooie color grading te maken. Die af en toe best wel complex kan worden, maar echt wel hele gave resultaten gaat gebieden voor je. Natuurlijk hebben we bij de open effects een hele reeks aan ja, effecten die je kan toepassen. In het midden van de interface een, een tijdslijn. Waar je, kan, waar je doorheen kan scrubben. En uiteraard is die tijdslijn exact hetzelfde. als je tijdslijn in de Edit Room. Links onderin de magische ballen eigenlijk. Uh, Werkt ideaal samen met de, uh, ja, zeg maar de ballenbakken. De, de tracking balls van uh, je, je kleuren set. Waarmee je natuurlijk uh, ja, diverse. hooglichten, schaduwen, middentonen. je kleuren kan gaan aanpassen. En uiteraard, wanneer het er niet uitziet. kan je dat weer gaan, uh, gaan terugzetten naar hoe het was. Um, vervolgens zien we hier de curves, maar er zitten nog veel meer opties achter om te gaan tracken, keyen enzovoort. En uiteindelijk hebben we al een keer eerder in de vorige training de data burn tab gezien. En dan uiteindelijk rechts hebben we de keyframes, want uiteraard je kan elk effect ook weer gaan animeren die je hebt gemaakt. Heel erg belangrijk voor een, een color grader is het werken met scopes. Scopes geeft eigenlijk visueel weer hoe jouw kleuren ervoor staan in je beeld. Een mooie grafiek te zien. In dit geval zien we een parade van rood, groen en blauw. Dus je ziet heel erg goed hoe de kleuren zich verhouden in dit beeld tot elkaar. Er zit ietsje meer groen in, die zijn wat hoger dan de andere pieken in het beeld. Ja, klopt ook, het is een behoorlijk groene scène, dus dat zou moeten kloppen. Graag wil je als color grading artist dit venstertje ook wat groter zien. En de, de, beste, de meest ervaren color graders die kunnen ook een shot heel erg goed uh, kleur corrigeren door het videobeeld gewoon niet te zien. Dan zetten ze hun scopes ervoor en uh, kan je eigenlijk op basis van deze grafiek al het kleurbeeld uh, aardig corrigeren. Dus uh, wat net open is aangestaan is de Parade, die heb je eigenlijk wel heel vaak uh, voorhanden. Daarin zie je dus ja, de, de, hoe de kleuren zich tot elkaar verhouden. De waveform geeft informatie over de lichte en donkere partijen. De histogram geeft informatie over hoe de scène eigenlijk belicht is. En de, en de vectorscope die gebruik je eigenlijk om te kijken of je kleurtonen van, van de huid wel heel goed, goed kloppen. Dus de huidtonen. Je ziet ook hier dat er ook, hier ook magenta, cyaan en geel er ook bij zitten. Dus niet alleen maar RGB, maar ook de drukwerkkleuren die vind je hier ook in, in terug. Ik beperk me eventjes dat aan de, aan de parade. Uh, want wat we hier zien is eigenlijk raw footage. Die nogal vrij uh, grijzig eruit ziet. En vrij plat. Nou, wanneer ik nu met de color wheels ga slepen. Um, en bijvoorbeeld met uh, de lift. De grafieken wat naar beneden zou trekken. Waardoor het zwart een stuk zwarter gaat worden in het uh, in beeld. En vervolgens met de gain wat meer naar het wit toe gaan en uiteraard niet te ver gaan zodat het wit gaat uitslaan je aan de bovenkant van de grafiek dan moet er al een mooi beeld uit zijn gekomen dan in eerste instantie het geval was. Als ik nu shift-d doe dan zie je de grading even niet en nu wel. En je ziet dat het materiaal dus inderdaad veel helderder wordt en veel natuurgetrouwer gaat worden dan het in het origineel was. Dus daar gebruik je eigenlijk die scope voor je ogen bedonderen je heel vaak. Je ogen die witte als het ware het beeld, die gaan continu denken van oké okay, de lucht is blauw dus dan gaan je, je ogen en je hersenen gaan daar gewoon echt blauw van maken. Grafieken liegen nooit. Dus als een grafiek op dit moment zo is ingesteld dan zijn de kleurwaarden echt zo en dan kan je op je kop gaan staan. Maar dit zijn dan echt de kleurwaarden zoals ze zijn. Um, dus daar moet je echt van uitgaan. Dus niet wat je ogen je vertellen in beeld, maar die grafieken die zijn echt heilig. Nou, de grading die ik zojuist heb gemaakt, die zit in de tweede node. Die haal ik eventjes weg om even vanaf Scratch te gaan beginnen. Dus ik druk op Delete op mijn toetsenbord. Ik heb hier nog een alpha output voor de transparantie. Die haal ik ook weg met Remove. En dit is eigenlijk de standaard instelling als je begint met grading. Dus je hebt altijd de standaard Serial Node hier al staan. Waarop je je grading gaat plaatsen. Een heel goed startpunt is ook de knopje helemaal links onderin. De a en dat is je auto-grade. Dus wanneer je daar op drukt... dan gaat hij zelf al een standaard grading doen... waardoor hij eigenlijk je beeld corrigeert... en dan dus zal je scopes ja, heel erg goed proberen te verdelen over, de, over je scène. Uiteraard kan je die nog wat uh, gaan terugdringen... wanneer je er nog wat uh, matig aan wil bijwerken. Wat een, ja, een auto is altijd heel erg leuk als startpunt... maar vaak moet je toch zelf wat blijven kijken naar je beeld... van klopt het nou wat ik zie? En uh, ja, gaat het echt wel de goede kant op? Dus auto zal nooit jouw, jouw eindpunt zijn... Om echt een mooie grading op te gaan leveren. Als we nu vervolgens gaan kijken naar uh, bijvoorbeeld de waveform, dan zie je dat in het contrast van het plaatje het nog niet helemaal klopt. Uh, de onderkant van de grafiek hier raakt niet, net niet de zwarte lijn aan. De zwarte lijn is de nullijn hier aan de onderkant. En aan de bovenkant zie je dat het, ook nog, uh, ja, het wit nog niet echt wit is geworden. Dat kan je oplossen door middel van de lift wheel. Dus als we de lift wheel gaan oppakken en wat naar beneden duwen, dan zal het, uh, het zwart wat zwarter gaan worden. Dat zie je vooral hierin natuurlijk in de donkere partijen. En als we dan met de gain wheel wat omhoog gaan. Dan zie je dat het wit wat witter gaat worden. En wanneer dan bijvoorbeeld weer juist het, het groen, wat nu heel erg aan het overheersen is, net wat wil terug gaan dringen. Net wat wil terugdringen. Dan gaan we terug naar de parade. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, we gaan in de lift, in de hooglichten. Gaan we juist niet naar het, het groen toe, waardoor het erger wordt, maar dringen we het een klein beetje terug zodat je wat blauw weer terugkrijgt in de scène. Uiteraard kijk je naar het beeld en kijk je naar de scopes om te zien of je het op de goede manier aan het doen bent. Druk, op command D, eh, op, druk je dan vervolgens op Command D op je toetsenbord. Dan bypass je eventjes deze note. Dit was het, eh, het origineel. Command D nog een keertje. Dit is dan wat we nu met nog maar een paar kliks en een paar drags aan zo'n color wheel mee hebben gedaan. En dat is natuurlijk een, een wezenlijk verschil en een, ja, uiteindelijk een veel lekkerder plaatje geworden. Op het lesmateriaal vind je natuurlijk nog veel meer videomateriaal. En natuurlijk is het belangrijk dat je op ja, diverse shots gaat kijken wat de scopes precies doen. Eh, en dat je er een mooi gebalanceerd shot van gaat maken. En zorg ervoor dat je hier heel veel ervaringen opbouwt. Zodat je eh, ja, dit veel sneller en veel automatischer weet te doen. Want hoe meer ervaring je hebt, hoe betere color artist je gaat worden.